Vlak voor de opening van de kerstmarkt in de fluwelen grot is de extra uitgang klaar. Mocht er een calamiteit optreden in de grot en er zijn gasten aanwezig, dan kan deze tweede uitgang vanuit de fluwelen grot veilig gevlucht worden. De uitgang komt uit op de dwingel naast de kasteelruïne. Een punt van kritiek is er wel. Langs de dwingel staan maar enkele straatlantaarns. Bij een mogelijke calamiteit, waarbij veel mensen geëvacueerd moeten worden, mag wel wat meer verlichting aanwezig zijn. Ook al kom je veilig uit de grot, ook in de open lucht moeten de geëvacueerden veilig verder kunnen. Zeker met aan beide kanten van de dwingel een trappenpartij. Vandaag wordt Jan Schreijen onze nieuwe burgemeester. Nieuwe burgemeester van Valkenburg aan de Geul, benoemd door de kroon. Hij is waarnemer af en is nu echt een burgemeester. Op heden, 7 maart 2018, verscheen voor ons commissaris van de Koning in de provincie Limburg, de heer Dr. Jan Jozef Schreijen. Benoemd bij zijn majesteitsbesluit van 31 januari 2018 tot burgemeester der gemeente Valkenburg aan de Geul, die als zodanig in onze handen de navolgende eed heeft afgelegd. Ik zweer dat ik, om tot burgemeester benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aangenomen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Het bruist in de Valkenburg aan de Geul. En het heeft ook met mij als mens te maken dat ik het na een jaar kijken ook echt de moeite waard vind om met de mensen in alle kernen nog meer kennis te maken, maar vooral ook te zorgen dat we positief met wat we hebben, en dat is heel veel, om daar positief mee om te gaan. Proficiat. Dank u wel. Tijdens Internationale Vrouwendag, donderdag 8 maart, werd de 10e Stina Ruipersring uitgereikt door de Valkenburgse Kunst- en Cultuurraad. Deze ring wordt eenmaal in de twee jaar uitgereikt op Internationale Vrouwendag en is in 1998 ingesteld door de toenmalige Emancipatiecommissie. De ring wordt uitgereikt aan een man of vrouw binnen de gemeente Valkenburg aan de Geul die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van emancipatie. Gelijkwaardigheid voor iedereen. De laudatio werd uitgesproken door Henk Kwakkernaat, Stina Ruipersringdrager van 2016. Hij introduceerde Monique Derwig, de nieuwe drager en bekend van de stichting Comari. Deze stichting ondersteunt diverse projecten voor gehandicapte kinderen in Nepal. Op dit moment worden twee projecten voor dove kinderen en een project voor geestelijk gehandicapten ondersteund. Afgelopen week is hier bij het bad aan de werkzaamheden bij het Walramplein een stuk oude vestingmuur uit de 14e eeuw gevonden. Een vervolg van de werkzaamheden die in 2008 ook geweest zijn bij Hotel Walram. Enfin, alle bijzonderheden daarover hoort u van stadsarcheoloog Henk Kwakkernaat. Henk Kwakkernaat, wat is precies aangetroffen in de grond bij het bad? Een stuk van de oostelijke stadsmuur, dus 14e, 15e eeuw. En goed herkenbaar, omdat vergelijkbare stukken zijn gevonden langs de Geul bij de campagne van 2008. Ja. Zit er dus 10 jaar later heb je eigenlijk het vervolg gevonden van toen? Ja, eigenlijk het eerste stuk wat van de oostelijke stadswal wordt gevonden. Die noordelijke stadswal langs de Geul, dat hebben we dan eerder gedaan. Met het vinden van de torens in de jaren 90 en de stadsmuur die ongeveer op de plek van de kademuur loopt. En aan de westkant bij de tuinen van Den Halder, daar staat nog het origineel voor een deel. Maar aan deze kant, aan de oostkant, hadden we nog niks officieel waargenomen. Je kon wel extrapoleren van de kaart van Deventer, dat is de laat-middeleeuwse situatie, maar je moet het er wel nog vinden. Hè?